is weer zover. Het is weer Kuik Keigoed editie 2023. En het team van Wijk TV die loopt daar natuurlijk ook overheen. En we hebben al van alles gezien. Natuurlijk de ijsjongens, de scouting, reddingsbrigades. Allerlei winkels die hun deuren of hun kraampjes hebben opengezet. En hier staan we bij Gabi's wasbollen. Nou, wat is dat nou weer? Ja, Gabi's wasnoten is het eigenlijk. Wasnoten. Maakt niet uit, schat. En droogballen. Dus je kan ze door elkaar heen halen, alleen niet tegelijkertijd gebruiken. Wasnoten, dat is een product dat groeit in India en Nepal aan struiken. En daar doen mensen daar eigenlijk al eeuwenlang de was mee. En als je nu nadenkt over duurzaamheid en het milieu, je hoeft er ook niet in door te slaan, maar een beetje helpt. Zou je met de wasnoten kunnen wassen, een aantal in een zakje, goed afsluiten in je wasmachine. Dan kan je 3 keer mee wassen. Dat bespaart je heel veel geld en je bespaart echt het milieu. Dus geen plastics, geen dierlijke afvalmaterialen erin, gewoon de wasnoot. Het klinkt als plus, plus, plus. Ja. Heel veel mensen zijn gewend aan hun eigen wasmiddel. Ja. Krijg je daar wel eens commentaar op? Zo van, oh, niets was zo schoon als mijn product? Ja, dat kan en dat mag ook. Ik heb zelf, toen ik 7 jaar geleden begon met de wasnoot, vond ik het ook in het begin een beetje een gedoe. He, want het is zo makkelijk, je schudt het bakje vol of je gooit er een pot in en het is klaar. Maar het is even wennen. En het past bij je of het past niet bij je. En ja, wij hebben de stap 7 jaar geleden helemaal bewust gemaakt. En ja, nu dacht ik, laat ik andere mensen daar eens kennis mee maken. Ja. Vandaar. En loopt het al een beetje zo? Het gaat boven verwachtingen. Ik word er niet rijk van. Ik kan helaas nog geen winkeltje van openen. Maar ik heb aardig wat mensen kunnen bereiken. En de een is heel tevreden, de ander moet nog wennen. En een ander vindt het gewoon helemaal niks. Ja, dat is gewoon heel eerlijk. Ja. En ik geef daarbij nog een ander ook een podium. Een vriendin van mij die maakt die droge ballen. Die maakt ze zelf, die gaan in de was drogen. We hebben nu ook wandelwol. Ik mag het officieel niet zo noemen. Het is een beschermde naam. Dus voor wandelaars die de Vierdaagse lopen, in de schoenen loop je minder blaren. En voor een mevrouw verkoop ik mutsjes. En dat gaat ten bate van de Kankerstichting. Eén kraam, 3, 4 partijen. Zoiets, ja. Ja. Ik doe het niet alleen voor mezelf. Ja. Ja. Ik wens je een fantastische dag vandaag hier bij Kuik Keigoed. Ja, geniet ervan, hè. Fijne dag. Doei. Sta ik bij een kraam met, nou, volgens mij allerlei lekkernijen. Waar ben ik hier? Tanimba. Het is de Molukse gemeenschap. Ja. En daar verkopen wij de kopingaja, dat zijn de olifantenoren. En de kraanassi, dat zijn de gepofte rijst. En de koeiboontjes. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Ja, ze zijn ook heerlijk. U mag ze zelf proeven. Dus ik zou zeggen, proef er wat van. En dan wil ik graag uw mening horen. Oh, nou, oké. En dan ga ik even proeven. Ja, is goed. Zoet. Knapperig. Ja. Heeft u die zelf gemaakt? Ja. Die maken we zelf, ja. Ja. En zijn jullie daar lang mee bezig dan? Want ik zie de kraam hier vol staan met van alles. Ben je vrijwel lang mee bezig, ja. Inderdaad, ja. Maar wel heel leuk om te doen. Nou, dit resultaat mag er zijn. Ik proef nog een stukje vegetarische olifantenoor. Ja, juist. Niet dat jullie denken dat ik nu een echte olifant ga eten, hè? Want dat ga ik niet doen. Hè? Nee. En die zijn een beetje van cacao gemaakt. Ja. Nou, dank u wel. Heel veel succes vandaag. Ja. Verwacht u veel klanditie? Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. Dank u wel. Ja. Tegen bij Kuik Keigoed. Ineens staan we tussen allemaal hele blitse auto's. En toevallig staat hier ook iemand die uit de Veluwe komt, want jij bent... Ja, Jeroen Steinbrunner. Jeroen, wat is dit hier allemaal? Ja, dat is een automeeting waar autoliefhebbers hierheen komen. Dit is mijn Polo GTI 1.8. Ik heb hem nu bijna 3 jaar. Ja, dat is gewoon een leuke hobby, ja.
Mooi. Wat doe je zo met die auto's allemaal? Want er staat iets van tuning team, maar wat is dat precies? Ja, ja, modifieren van auto's, zeg maar, aparte bumpers, motordingen aanpassen, tunen, geluidsinstallaties, van alles. Ja. Dat is wel gaaf. Nu valt het mij ook op, nou ja, jouw auto is prachtig gepoetst, maar mooi zwart, dat er ook zoveel gekleurde auto's staan. Is dat ook iets wat er echt bij hoort? Ja, je wilt opvallen, hè? Dus ja, dan doe je al aparte kleuren die je erop kan gooien. Ja, dan moet gewoon opvallen. Ja. Dat is het gave ervan. Dat is bij jou nog niet gebeurd? Ja, ik vind mij valt genoeg op. Ah. Maar ik vind een beetje gewoon een standaard kleur houden, dat is het mooiste, vind ik. Ja. En speciaal GTI'tje is dan vaak ja, wit of zwart. Je hebt ook rooi erbij zitten, maar ja, ik wil niks aan de kleur doen. Okay. Maar ik vind het mooi hoe die is. Ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Het is een project, hè. En het project is nooit af, zeggen ze. Dus kijk, je bent continu dingen aan het aanpassen, nieuwe dingen proberen. Ja, dat is het mooie ervan. Ja. En je bent ook gewoon trots als je er naar kijkt, weet je wel, hoe die blinkt en alles. Ja, en dan denk je, dit en allemaal heb ik aangepast. En ja, dat is gewoon, ja, daar word je blij van. Ja, ja. Nou, dat is leuk. Daar houden we van, blije mensen. Ja. Zoals ik al zei, er is echt van alles. Want ook de zonnebloem staat hier. En nu wordt er heel hard geroepen dat ik een loodje moet kopen. Of niet, mevrouw Annie? Ja, dat zou graag, dat zullen we graag willen, ja. En waarom? Wat doet de zonnebloem allemaal met het geld? Die steunt heel veel doelen. Gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, oudere mensen. Daar gaan we op bezoek. We gaan bootreis maken wij. Ze gaan ooit een weekje op vakantie, wat ze anders niet kunnen. En dan gaat er verplegend personeel mee. En nu staan we met een stand hier op Kuikkeigoed en loten te verkopen. Ja. Maar van het geld van die loten kunnen jullie toch niet zoveel organiseren, denk ik, of wel? Maar we worden ook wel gesponsord door mensen die dan donaties doen. En ja, en zo van alles. En ze moeten dan ook wat bijbetalen als we een activiteit doen. En ja, dan komen daar. Maar die loten, daar krijgen wij nou 2,25 per lot voor de afdeling Kuik. Want anders gaat het allemaal naar Breda. Hè? Nou, dus hoe meer loten wij verkopen, hoe meer de mensen op vakantie kunnen. Ik zou zeggen, doe mij er maar 1000. Maar zoveel geld heb ik niet. Dus, maar Wijk TV, de Valen, koopt er zeker 1. Om te starten. Om te starten. Dankjewel. Oh, dus dat is 2 samen. Dankjewel. We hebben dit jaar 40 jaar bestaan. Ook nog? Ja, kijk, daar staat het. En gaat dat nog gevierd worden? We hebben het al gevierd. We hebben een bijeenkomst gehad van alle gasten. En die hebben allemaal een zonnebloem gekregen. Kijk. Die krijgen jullie ook. Ja. En die krijgen wij ook. Nou, daar doen we het allemaal voor. Dank jullie wel voor het goede werk. Ja, graag gedaan. En bedankt voor de loodjes kopen. Nou, dus van lekkere hapjes uit alle landen, boekpresentaties, sportclubs, dansevents, een leuk stukje muziek. Het was hier allemaal te zien vandaag. En voor mensen die nog niet genoeg hebben van Kuik Keigoed, er zijn nog terrassen. De kinderen kunnen heerlijk spetteren in het water. En de rest van de mensen die gaat lekker thuis in het zonnetje zitten. Dankjewel.